Camperfans, opgelet! Ik ben hier op Circuitpark Zandvoort en dit is binnenkort de place to be voor iedereen die een camper heeft of binnenkort van plan is te gaan camperen. Van 22 tot en met 24 april vindt in Zandvoort de NKC Camper Experience plaats. Tijdens dit event kun je kennis maken met alles wat met camperrijden te maken heeft en meer. Ik krijg een voorproefje van wat hier allemaal gaat gebeuren straks. En dat krijg ik van niemand minder dan camperspecialist Frans. Frans, dus hier gaat het allemaal gebeuren straks? Ja. Hoeveel bezoekers verwachten jullie? Bezoekers verwachten we zo'n 20.000. Maar wat nog veel leuker is, we verwachten zo'n 2.000 camperaars met hun camper. Want je kunt 3 dagen lang op het circuit verblijven met je camper. En hoe leuk is het om 's ochtends wakker te worden in de Tarzanbocht. Wat kunnen mensen hier allemaal verwachten? Wat kunnen ze doen? Wat ze kunnen doen is proefrijden met campers. Je kan hier met campers gaan slippen. Oftewel, hoe bereid ik me voor op een situatie die ik liever niet heb? Lijkt me niks mis mee. Ze kunnen proefrijden met expeditiecampers, de grote 4x4 campers, over een speciaal aangelegd circuit. Deelname aan workshops en natuurlijk 's avonds het gezellig samen zijn, of aan het strand of op het circuit met allerlei foodtrucks, lekker eten. Het wordt één groot camperfeest. Tijd voor een rondje op het circuit, dacht ik. Zullen we gaan? Ja, we gaan. Nou, we rijden nu ook langs de paddock. Daar zullen straks de proefritten gaan starten. Dus mensen kunnen echt vanuit de racepaddock starten met een proefrit in de camper. Ook alle nieuwe campers zullen hier staan. Dus mensen kunnen hier ook alle campers live aanschouwen. Huppa! Ja, dit is gewoon machtig mooi. Dit is gewoon ja, dit is briljant. Op het circuit. Je kunt heel veel dingen vertellen, maar sommige dingen moet je gewoon ervaren. Nou, ik ga nog even één keer... Ja, trap hem nog eens lekker op zijn staart. Daar zat bocht in. Lekker, hè? Hey, 22, 23 en 24 april gaat het hier dus helemaal los. Helemaal. Ik zet hem alvast in mijn agenda. Top.